In het begin was ik een beetje, eerste paar minuten was een beetje gespannen. Ik zag ook aan de eerste pas. Ja, ik vond dat ik daarna wel toch wel goed opgepakt. Ja, ik heb er sowieso van genoten, want het is niet iedereen, het is niet voor iedereen weggelegd. Dus ja, ik heb er wel van genoten. Ja, heb je wat meegekregen van die sfeer in de arena? Ja, volgens mij was het uitverkochte stadion. Dus ja, het is toch wel mooi om dit mee te maken. Maar ja, aan de andere kant denk ik weer aan mijn spel dat toch wel voorkeur op dat ik niet tevreden ben. Ben je niet een klein beetje trots op jezelf? Jawel, jawel. Maar ja, ik kijk eerst naar mijn spel. Dan, nee. Ja, het is de eerste wedstrijd voor Terrence. Hij moet natuurlijk wennen. Ik kan me herinneren dat Daryl Jammaat zijn eerste wedstrijd ook niet echt gelukkig was. En die heeft zichzelf heel goed teruggeknokt. Terrence moet daar een voorbeeld in nemen eigenlijk. En gewoon zijn hoofd koel houden en leren van dingen die hij niet goed heeft gedaan. En ook gewoon tevreden zijn met de dingen die hij wel goed heeft gedaan. Want dat heeft hij ook gewoon gedaan. Als je naast je keek, zag je natuurlijk je maatjes van Feyenoord, De Vrij en Martens Indy. Gaven zij af en toe een knipoog van hey, het komt wel goed? Ja, dat sowieso. Ja, sowieso hebben ze altijd vertrouwen in me. Maar ik vond dat dat vandaag een beetje minder ging. Maar ja, ik denk dat de jongens toch wel ook weten dat ik het beter kan doen. Nee, maar je houdt elkaar wel zeg maar, scherp in de wedstrijd door te zeggen van kom op of goed gedaan. En vandaag was het iets minder goed gedaan dan kom op. Maar het smaakt nog wel naar meer. Dat sowieso. Komt sowieso goed. En je staat wel op de drempel van het WK. Ja, daarom. Maar ik heb nog niks bewezen. Het moet nog komen. En trainen zoveel mogelijk lastig maken. Je was dit systeem natuurlijk al gewend bij Feyenoord. Hoe anders is dat bij Oranje? Nou, bij Oranje heb je veel meer balbezit dan bij Feyenoord. En dan speel je echt op het helft van de tegenstander. En hun zakt er best wel zeg maar in. En dan is het moeilijk om gaatjes te vinden. Verdedigend, had ik al net gezegd, hebben weinig weggegeven. En de kans die we hebben weggegeven, ja, dat mag ook eigenlijk niet. Nee, ja, zoals ik al net zei, we moeten veel meer vastigheden hebben. En de lef en durf om elkaar in te spelen. En vertrouwen op dat iemand naar voren toe draait. Of juist die man extra creëren op het middenveld. En dat zien ook. En dat is ook een kwaliteit. Als we dat zeg maar, erin krijgen, dan gaat het wel goed komen. Ja, dus eigenlijk op naar de trainingstage in Portugal? Ja, zeker. Zeker weten.